We zijn bezig met een programma Natuur in de Stad. En een onderdeel daarvan is Bloemen voor Bestuivers, zoals het heet. En dit leek ons een mooie plaats om te doen. Hè. Dan hebben we meteen twee aspecten gepakt. Het ene is dat we de leefomgeving kleur geven. En het andere is dat we ruimte bieden voor hommels, bijen, vlinders en dergelijke. Die zo belangrijk zijn voor onze natuur. En waar ook het Rijk en de provincie op dit moment allerlei programma's op hebben gezet. Anoushka van Os is van de dorpsraad Berchem en woont zelf ook in de Piekenhof. Ze krijgt nu dus een hele grote voortuin. Ja, dat zeker. Daar zijn we ook heel blij mee. Niet alleen als dorpsraad, maar ik zelf ook natuurlijk. Het fleurt de wijk heel erg op. Alle mooie nieuwe bloemetjes die er komen. Want ik heb begrepen dat er een hele mix van verschillende bloemen komt. En ja, wij zijn natuurlijk vooral blij met dit initiatief van de gemeente. Omdat het weer bijen aantrekt. En ja, je weet dat de bijen bedreigd worden op dit moment. Bijen en andere bestuivende insecten komen momenteel overal behoorlijk in het gedrang. Verschillende overheden, dus ook de gemeente, willen daar met diverse projecten iets aan proberen te doen. Ja, het heeft te maken met het aspect van biodiversiteit. Hè. De variatie aan planten en aan dieren, daar is het een onderdeel van. En de bestuivers zijn ontzettend belangrijk. 80% van de planten is afhankelijk van de bestuivers. En daar gaat het niet al te best mee. Onder andere door bestrijdingsmiddelen. En zo proberen we in de stad ook met onze bijenlinten en de bijenkasten op het gemeentehuis daar toch ruimte voor te geven. Binnenkort staan op dit veld boekweit, korenbloemen, lupine, koriander en nog heel veel andere bloemen. Is het niet jammer als het in de toekomst toch plaats moet maken voor huizen? Ja, voor de natuur zou je zeggen nu er zo mooie bloemen komen wel, maar de planning is gewoon dat er huizen op den duur komen. En we hebben hier de prachtige bossen rondom in Berchem liggen, dus natuur houden we nog voldoende over. Maar het is mooi dat een braakliggend stuk grond nu mooi ingezaaid wordt. Over een week of vier worden op dit veld de eerste resultaten van het inzaaien zichtbaar. Het is nog niet bekend wanneer er in dit gebied weer huizen gebouwd gaan worden.